Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft vandaag geen luchtvaart- en naderingcontroleservice kunnen bieden aan luchtvaartmaatschappijen die internationale vluchten uitvoeren op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Het departement liet eerder vandaag weten dat dit vanwege onvoorziene omstandigheden gold voor de shift van 8:30 's morgens tot 4:30 in de middag. Minister Albert Jubitane van Transport, Communicatie en Toerisme heeft meerdere keren aangegeven wat het probleem is bij de luchtverkeersleiding. We hebben een tekort aan luchtverkeersleiders. We moeten in principe draaien met 80. We zitten nu op 43. Dat is een behoorlijk tekort. We hebben ook te maken gehad met zeker brain drain vanuit deze groep. En de aanvulling... Daar zijn we sinds 2021 mee gestart met opleidingen of althans vacatures de deur uitsturen. En het is een proces waarbij nieuwe verkeersleiders, wanneer je ze recruit, dat ze door een proces van keuring moeten gaan. Maar ook de skills moeten gaan, je gaat de skills moeten testen. En uiteindelijk moeten ze ook een medische keuring kunnen doorstaan en een psychologische test. De eerste groep is ready. Die gaat deze maand, zo niet begin komende maand, in dat traject van opleiding. En de assistenten die sinds 2013, 2018, want 2018 was er een heel kleine groep die binnenstroomde. Dat betekent dus dat deze groep binnen 4-5 maanden getraind zullen worden tot volwaardige luchtverkeersleiders, zodat die druk afneemt. Voor dit jaar is het al reeds voorgekomen dat vliegtuigen naar Frans-Guyana moesten uitwijken omdat luchtverkeersleiders in actie waren. Het ministerie van TCT betreurt dat een KLM-vlucht ook vandaag weer moest uitwijken naar Frans-Guyana. In een bekendmaking zegt het ministerie dat zij er alles aan doet om de dienstverlening te garanderen.